Hartelijk welkom, allemaal weer. Nieuwe uitzending van Laat Je Bemoedigen. Door veel mensen gewaardeerd. Velen die kijken of terugkijken. Fijn dat u er ook weer naar kijkt. Meeluistert, meedenkt, meebidt ook hopelijk. En straks aansluitend de melodie die gedachten meezingen. Het is dus de komende zondag, de derde Leidenszondag. Dat betekent dat we de prediking zondags stilstaan bij het lijden, sterven, de gang van Jezus naar het kruis. En daar wil ik ook een gedeelte uit lezen, althans de kruis nog niet, maar de gevangenneming van Jezus in Gethsemane. We kennen allemaal de geschiedenis van Gethsemane, de worsteling, bidden van Jezus en het vragen aan zijn discipelen: kunt u niet één uur met mij waken? En dan staat er in vers 47 van Lukas 22. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte en één van de twaalf die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. Jezus zei tegen hem: Judas, verraad u de zoon des mensen met een kus? Toen zij, die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem... Heren, zullen wij je met het zwaard op inslaan? Een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechter oor af. Maar Jezus antwoordde en zei, laat hen tot hiertoe begaan. En raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren... Bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En zij namen hem gevangen en voerden hem weg. Ja, die paar woorden uit. Het slot van vers 53, daar wil ik met u bij stilstaan. Maar dit is uw uur, zegt Jezus dus tegen die scharen Judas en die overpriesters en die soldaten. Dit is uw uur en de macht van de duisternis. Ik wil het eerst even met u hebben over muziek, zingen. Tuurlijk. De een zingt graag, de ander niet. De een kan prachtig zingen, de ander minder. Maar toch, we weten allemaal, we luisteren misschien heel graag naar muziek. We weten allemaal hoe muziek je hart kan raken. Hoe muziek in verschillende omstandigheden gebruikt kan worden, gezongen kan worden, geluisterd kan worden. Mensen zei, zeggen wel eens, zeiden wel eens, maar ze zeggen het nog wel eens: van ja, bij een trouwdienst natuurlijk, daar zing je. Bij blij, vrolijk. Bij rouwdienst kun je toch niet zingen? Hoewel, lees dan de psalmen. Hoeveel psalmen zijn er ook niet die getuigen van klagen, van verdriet, van pijn, van moeite, van God aanroepen? Zingen kun je overal. Muziek past bij alles. En dan denk ik aan Johann Sebastian Bach. U hebt hem vast gekend, althans de naam kent u die ook muziek heeft gemaakt bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Matthäus Passion, de Johannes Passion, kent u misschien wel. Misschien wel naartoe geweest, misschien geluisterd. De een waardeert het, het is een bepaalde manier van muziek, maar toch. Marcus Passion heeft hij ook ooit geschreven, maar die is verloren gegaan. Lucas Passion, die is er niet. Althans, niet van hem... Is in Noorwegen is een organist en die heeft op zijn eigen manier een Lucas -passion geschreven. Dus het lijden, passion, lijden van Jezus, de weg naar het kruis. In allerlei liederen, muziekstukken, tonen uitgebeeld. En als je dan naar dat muziekstuk, die Lucas passion luistert, dan hoor je aan die tonen, de dreiging. Die overal van uitgaat en vooral in dit gedeelte dat lijden in Gethsemane en dan ineens wat daar gaat gebeuren. Ik zie het voor me. Misschien bent u wel eens in Jeruzalem geweest of hebt u er wel eens wat van gezien of zo. Maar dan sta je daar op die olijfberg, zo die helling waar de hof van Gethsemane is. Tot op de dag van vandaag staan er hele oude olijfbomen. Vele eeuwen oud, zo moet het in die tijd ook geweest zijn. En dan zie je daartussendoor, kijk je zo op de muren van Jeruzalem. En dan zie je er, als het ware, hoe dat geweest moet zijn toen daar in het donker, uiterste donker. Weet ik niet of de maan gescheen heeft, dat doet er niet toe. Het was avond, het was nacht. En dat daar dan in dat duister Jezus met zijn discipelen is en... Toen hij nog sprak, terwijl hij nog sprak, staat er, hij was met zijn discipelen in gesprek. Kun je niet één uur met mij waken voor de derde keer? En dat daar dan die soldaten aankomen zetten met, met lantaarns en fakkels en hoe ze dat dan ook gedaan hebben. En ze komen bij hem. En Lucas verraadt hem met een kus. En het zijn niet zomaar een paar soldaten die daar komen. Er staat inderdaad van dienaar van de hoge priester. Er wordt gesproken over de overpriesters, een soort eerste kamer van de hoge priesters zou je kunnen zeggen, van het sanhedrin. De bevelhebbers van de tempelwacht, de oudste. In het Johannes-Evangelie staat een woord, en dat duidt eigenlijk, als je het heel letterlijk neemt, op een troep van 200 man. Onvoorstelbaar. Dat zij die, die, die hem gevangen wilden nemen, want dat zat erachter. Ze waren al langer met die plannen bezig. Toen ik dagelijks bij u in de tempel was, zegt Jezus, toen hadden jullie me kunnen pakken. Nu komen ze met, we weten niet zeker of het er 200 geweest zijn, dat is alleen dat woord dat daar gebruikt wordt. Maar toch, Johannes had als het ware dat meegemaakt, dat er velen gekomen waren. En dan zegt Jezus, dit is uw uur. En de macht van uw duisternis. Dit is uw uur. U weet allemaal hoe dat, wat dat is als er iets op je afkomt, iets moeilijks op je afkomt. Gewoon heel persoonlijk. Dat kan op heel veel manieren zijn. Dat kan misschien zijn als u voor een heel moeilijk examen hebt gestaan. Je ziet er tegenop, je slaapt er niet van en je bent ermee bezig. Het begint vaak al heel jong. Jongeren op school, een studie, examen. Maar later kunnen er misschien andere dingen zijn. Grote zorgen, ziekte, problemen in de relationele sfeer, in de familiekring of hoe dan ook. Het kan allemaal op je afkomen. Het reist je boven het hoofd uit. Je kunt er niet meer tegen. Zo kan het wel eens een moment zijn. En denk dan eens aan alles wat er gebeurt. Al dat geweld in de wereld, de onrust die er is, dat wat het virus teweeg heeft gebracht, de onzekerheid, de angsten, wat kan het je bezighouden? En dan toch te weten, dat is het geloof, God heeft alle dingen in de hand. Dat is wat Jezus hier eigenlijk ook zegt. Dit is uw uur. Hij weet. Dat dat uur wat nu komt en wat er allemaal verder nog volgt, dat dat het uur van de Satan is. En dat God daar zijn bedoeling mee heeft, dat Hij zijn zoon over gaat geven. Nog, maar net daarvoor had hij gebeden, indien het mogelijk is, laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar hier zit de overgave. Hier proeven we die woorden vanuit Psalm 40. Ik kom om uw wil te doen. Hier geeft hij zich over, hier laat hij los, hier weet hij. Dit is niet mijn uur, maar dit is uw uur. Het moment dat u, daar wijst hij naar die fariseeën en die soldaten, maar daarachter zit die macht van de Satan. En daarachter weer, en dat is het wonderlijke, daar zit Gods leiding, Gods hand. Kijk, dat kun je als mens kun je dat met je verstand niet helemaal begrijpen. Hoe, hoe zit dat nu? Dat de Satan aan het werk is door die machten van het kwaad, dat de Satan daar de overhand heeft en Jezus ter dood gebracht zal worden, maar dat God daar op die wonderlijke wijze zijn Zoon opoffert. Voor de zonde van ons. Dat is dat wonderlijke samenspel van wat mensen doen het kwaad, dat ze in de zin hebben, een lusten die ze kunnen botvieren, de macht van de duisternis die hier zichtbaar wordt, zoals dat in de wereld om ons heen ook steeds weer gebeurt met alle geweld en onlusten die er zijn en oorlogen en noem het maar op. En toch Gods leiding, God die daar zijn plan mee heeft. De liefde van de hemel die zichtbaar wordt voor gevallen zondaren. Dat is het geheim. En dat is het geloof. Als je jezelf, in je eigen leven, misschien wel in, in, in die last die op je afkomt. Als je daar mag ervaren, ik heb een Vader in de hemel. Je kan wel opzien tegen alles wat er gebeurt. En wat ik net noemde aan voorbeelden van, van ziekte en zorg, die kunnen je boven het hoofd reizen. Maar ik heb een Vader in de hemel. En dat sterven van Jezus, waar het heen gaat, dit is uw uur. Dat sterven van Jezus, dat is de vloek die op de wereld ligt, het oordeel dat Hij dragen gaat. U hebt het nu voor het zeggen, zegt hij tegen die mensen. En God trekt zich terug. Zelfs de discipelen trekken zich terug. Ze verlaten Hem, ze verlogen Hem. Zo ver komt het. Nette christenen, zouden wij zeggen, waar niets op aan te merken is. Heel wat anders dan die soldaten en die oudsten en noem het maar op. Nette christenen, maar toch. Ten diepste komt Jezus alleen te staan. Hij blijft over en de Satan krijgt vrij spel. En hij zal pogingen doen om die liefde van God te smoren. En de wereld alleen maar aan te zetten tot haat en nijd. De macht van de zonde wordt zichtbaar. Dat moment tekent de wereld. Het onrechtvaardigen van de wereld. Ook al zit je zelf helemaal niet zo in elkaar. Al voel je jezelf een mens die graag goed doet voor een ander. Want zo zijn de meesten. Zo zien we dat ook om ons heen. Maar toch. Ik kom terug op het begin. Want ik begon over, over muziek en over zingen. Misschien dacht u al even: waar gaat dat heen en wat heeft dat ermee te maken? Want toen hadden we het over die weg van Christus. En die muziek die dat zo aan kon duiden met die tonen. In die Lucas Passion en andere liederen ook. Soms hoor je dat als het orgel gaat spelen. Dat als een inleiding op wat er gezongen gaat worden. Hoe de organist doorheeft dat er iets. Iets heel moeilijks gebeurt, een moeilijke weg. Dan hoor je dat als een spel. En zo is het ook met de psalmen. Er zijn heel veel psalmen die in deze lijdenstijd vaak aan de orde komen, die weer gezongen worden, die betrekking hebben op het lijden en sterven. Nee, dat betekent niet dat ze altijd zo geschreven zijn. Die psalmen zijn duizend jaar eerder misschien wel geschreven, niet altijd met het oog op het lijden van Christus. Meestal staat het er ook gewoon met een kleine letter. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom hebt u met een hoofdletter en mij met een kleine letter verlaten? Zo staat het in Psalm 22. En zo zijn er meer voorbeelden. Het zijn psalmen waarin David of wie dan ook iets, iets zwaars beleefd heeft. De verlatenheid van God was heel dichtbij. En toch. Jezus heeft die woorden op zijn lippen genomen. Hij heeft ze, als het ware, gezien als een heenwijzing naar hem. En veel van die psalmen worden ook vaak door Jezus zelf geciteerd. Om ons te leren, zijn discipelen leerde hij dat, ons leerde hij dat. De Paulus en de apostelen citeren het vaak en ze zeggen, staat er niet in de psalmen dat en dat? En het wijst heen naar het lijden van Christus. En daarom zingen we die psalmen ook met het oog op hem. En daarom is het zo belangrijk dat we ook in die muziek kunnen laten horen die moeilijke en diepe weg die Christus ging. En je kent het misschien wel eens in je eigen hart, als inderdaad die zorgen je te boven reizen. Dat je de noodzaak hebt, voelt om een klaaglied te zingen. Maar dat het geloof in die hemelse vader zo sterk mag zijn. Dat je ondanks alles van af, vanuit dat klaaglied, een loflied mag gaan zingen. Dat het van klagen loven wordt, omdat hij gegaan is. Dan een heerlijk lied mag je dan zingen. Doe het maar met uw hart. Tot eer van God. Amen. We zullen samen bieden. Here, wat kan de weg van het leven zwaar zijn? Heel persoonlijk, door allerlei omstandigheden, of door alles wat we zien om ons heen, hoe we juist in deze moeilijke en zware tijd toch ervaren hoe diep het gaat, en misschien wel eenzaamheid en angst die ons in de greep houden. Maar tegelijkertijd mogen we dan heen zien naar hem, Jezus Christus. Niet volmondig heeft gezegd, dit is uw uur, uur van de Satan. Het uur om de vloek van de zonde te dragen. Het uur waarin hij zich begaf en overgaf. En zo overgaf dat we weten mogen dat de overwinning er ook zal komen. En dat we daarom niet alleen een klaaglied hoeven te zingen, maar met het loflied mogen eindigen in ons persoonlijke leven. Heer, geef het ons maar om zo veel van u te zingen, grote dingen. U bent de machtige God. Dank u wel dat we zo dit moment weer met elkaar mochten hebben. Ga ons op, voor op onze levensweg, hoe die ook is. U kent ons, u weet wat achter de huisdeuren verborgen is. Wees nabij in alle omstandigheden, zeker als eenzaamheid of verdriet ons. In de greep hebben. Houdt u ons vast. Door alles heen. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Nu gaan we samen luisteren. Het is lied 142 uit Weerklank. Misschien wat onbekend lied. Wel een bijzondere tekst. Het gaat over Gethsemane. Ik lees een paar coupletten. Zodat we. Even die indruk ervan meekrijgen als het zo gespeeld gaat worden. Gert een, die nacht moest eenmaal komen. De heiland heeft bewust die weg genomen. Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, aanvaardt het lijden. Laat, vader, deze beker mij voorbij gaan. Waar zijn de engelen die mij kunnen bijstaan? Maar zo ik niet dit lijden mag ontvlieden uw wil geschieden. En dan ook het laatste couplet, zijn zeven coupletten, waarin het weer gaat over ons. Hier zijn wij Heer een afgeweken schare, wij die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. Verander ons en reinig onze harten, o man van smarten. En tenslotte hartelijk bedankt weer voor het kijken, het luisteren, meedoen en bidden en zingen. En graag tot ziens.